begint zo langzamerhand een traditie te worden dat leerlingen van de Vonder een vijftal muzieklessen krijgen en om dat te presenteren in een heus concert. En vrijdag 9 juli was het zover. Superleuk dat jullie allemaal kunnen komen kijken en ook heel erg fijn dat het kan, dus ook heel fijn hier voor in de Bovenhaard. Wij gaan beginnen met het concert. En het concert, daar hebben we heel hard aan gerepeteerd. Hier voor jullie zitten de slagwerkers. Mag ik eventjes even zien wat je dan? Dan hebben we daar de blazers. Fluiten staan maar eens even op, dan zien ze waar jullie zitten. Nee, de fluit alleen. Ja. Yeah. En de klarinetten, waar zitten jullie? Ja. Saxofoons, waar zitten jullie? Kijk, daar zijn we nu. Waar zitten de horens? De trompetten. En de bariton. Voordat het concert werd afgesloten met We Will Rock You, bedankte Danny de drie muziekdocenten. Jules, docent saxofoon, Fabienne, dirigent opleidingsorkest en Ruben, docent slagwerk.
Thijs, ben jij nou aan het begin van een wereldberoemde carrière als saxofonist? Nee. Heel klein beetje dan? Nou. Ging het goed net bij het concert? Ja, op zich wel. Het ging wel goed, maar bij sommigen kon het wel beter. Maar ik vond het wel goed gaan. Je hebt nou pas 5 lessen gehad, hè? Je hebt pas 5 lessen gehad met saxofoon. Ja. Ja. En heb je die saxofoon zelf gekozen of hebben ze aangewezen van jij moet saxofoon gaan blazen? Aangewezen welke je mocht. Er stond een briefje op je saxofoon en die mocht je dan pakken en dan... Want op dat brief stond je naam en die moest je dan pakken. Hey, blaas er eens op. Blaas eens op de saxofoon. Kijk of er een mooi geluid uitkomt. Geweldig. Nou zeg, 2 tonen nog wel. Ging het goed net bij het concert? Ik vond van wel. Wat ging goed en wat ging minder goed? Soms ging ze wel een beetje te vroeg beginnen en te laat. Ook soms eindigen. Hoe vond je het om saxofoon te leren? Ja, ik vond het heel leuk. Vond je het zo leuk om te zeggen van, god, ik wil dat wel langer blijven doen in mijn leven? Nee, maar misschien ga ik nog wel een keer doen. Je hebt vandaag een beetje pech, hè? Ja. Vertel. Ik ben bij de kermis geweest en toen ben ik gevallen. En nu is mijn hand gebroken. En welk instrument zou je eigenlijk vandaag gespeeld moeten hebben? Dwarsfluit. Oh, jammer. Jammer, hè? Maar heb je in de 5 lessen, want je hebt 5 lessen gehad, heb je er al wel van genoten? Ja. Vond je het een mooi instrument om mee te spelen? Ja. Als je opnieuw zou kiezen, zou je dan weer die kiezen? Ja, ik denk het wel. Ja? Denk je dat je graag bij de harmonie zou willen? Weet ik niet. Weet het niet. Nee. Maar ik hoop in ieder geval dat je in de toekomst toch heel veel van muziek mag genieten. Hey, en succes met je arm. Ja. Dankjewel. Milou, vandaag was je een beetje gehandicapt, hè? Ja. Wat is er allemaal gebeurd met jouw hand? Ik ben van mijn fiets afgevallen. Ai, 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 ai. En het valt niet mee om te drummen met 1 hand, denk ik, hè? Ja. Of viel het wel mee? Viel me wel mee. Wel, heb je zelf gekozen voor het drummen of had je liever een instrument willen spelen? Ik had zelf gekozen om te drummen. En is het meegevallen, het drummen? Ja. En welk instrument, want jullie hebben verschillende instrumenten gespeeld. Hè? Welk vind jij het leukste? De trommel. Dan hoop ik dat jouw hand heel snel geneest. En dan kun je van je leven lekker doordrummen. Hey, bedankt. Ja. Ja. Fijn. Thank you.